Yo, lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag. De tijd is een uur later of zoiets, wintertijd. Ik moet werken, we hebben een feest in een budget. Heel gezellig met Dries, Ben Kramer, Nick Jefferson. Dus volle bak, gezelligheid, kent geen tijd. Jullie zien mij zo, want ik ben even aan het opschieten. Ik rijd naar huis. Het was een geslaagde avond. We gaan dit vaker doen. Dus voor de mensen die dit ook willen meemaken, hou onze socials in de gaten van Brochette, La Brochette, Instagram, @LaBrochette. Facebook, dat beheert mijn vader. Ik doe Instagram. Nou ja, als er een lelijke foto wordt geplaatst op Instagram, dan is mijn vader het. En als er een mooie foto wordt geplaatst op Instagram, dan ben ik het. Dus de laatste tijd beheert mijn vader het. Sorry, pap. Echt zo schattig. Dan probeert hij helemaal zijn best te doen om een mooie foto te plaatsen op Instagram. En het ziet er gewoon niet uit, want het is gewoon niet Insta-waardig, weet je? Oké, goed. Ja, dus houden we het in de gaten. Ben benieuwd. Dinsdag met die persconferentie. Want het wordt wel weer allemaal strenger. Maar goed. We weten het nog niet. Mijn twee schatjes die zullen wel lekker aan het slapen zijn nu. Mag ik hopen. Ik ga ook lekker slapen. Jullie zien mij morgen. Goedemorgen. Ik heb even een beetje zonneschijn in haar gezicht. Dat vind ik zielig. Nou, Julie heeft haar tweede fles gehad. Mensen, jullie horen het goed. Het is 8 uur. Ja, ze heeft vannacht voor het eerst weer een nachtfles gehad. Om 3 uur. Ze moest drinken. Ik heb er een paar keer een speentje in en uit gedaan. Maar ze wilde echt drinken. Dus ik weet niet waar het ineens aan ligt. Iemand anders zei wel op Instagram dat bij sprong 4 dat wel echt het geval schijnt te zijn. Dat ze dan ineens 's nachts trek krijgen en ineens een fles willen. Moet ik je ook wel heel eerlijk zeggen dat zij nu weer gisteren ook elke keer niet de fles heeft opgedronken. Dus heeft ze natuurlijk ook meer trek. Maar dat was wel weer even gek. Oké, we zijn inmiddels weer een paar uurtjes verder. Ik heb die kleine lekker in bad gedaan. Ik moet nu dus echt kijken. Ik ga jullie het even laten zien. Ik moet echt heel goed op haar nekje letten. Want ik merk dat ze echt een beetje... Nou ja, ze is gewoon... Hey, ze reageert echt... Mijn moeder lult er doorheen. Zij reageert op iets in de nek. Dus ik smeer het nu steeds goed in. Ik maak het goed droog. Anders heb je mijn moppie pijn, hè? Hallo, kindje. Nou, dat vind je niet leuk, hè? Kindje, je hebt ook oortjes, schat. Mooi, hè? Ja. Pinguïn. Je bent net een pinguïn. Nou, kom maar. Hallo. Hallo, schatje. Dat vind je niet leuk, hè? Kijk er nou, mijn teddybeertje. Ach, mama vreet je op. Oh, hallo. We zijn even met de hele family op stap. Opa zit lekker appeltaart te eten. Nee. Het gaat alleen heel slecht met zijn been. Je hebt veel pijn, hè, opa? Ja. Ja. Zeg maar mama. Zijn jullie twee verliefd op Freek? Ah, deze is lief. Waar is deze? Zo daar. Nou, fijn. Ik had het gedaan. Een hele goede morgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe dag. Het is 10 uur.
Julie werd vandaag om 7:30 wakker. Daarna is ze altijd heel even wakker en daarna gaat ze altijd weer even slapen. Dus nu ligt ze lekker te slapen. Ga ik altijd even lekker mezelf klaarmaken. Probeer ik dan klaar te zijn voordat zij wakker wordt. Lukt niet altijd. Maar ja, we proberen het weer elke dag opnieuw. Want ik ben super traag in de ochtend. Zoals jullie inmiddels wel weten. Ik ga nu even mijn ontbijtje maken. Ik ga lekker mijn vitamintjes nemen die ik elke dag neem van Fitse D. En dan moeten wij om 12:00 in Almere zijn bij de Babyborn Spa. Super leuk, want nu is Julie iets groter. Dus ik ben benieuwd hoe ze het nu gaat vinden. Toen mag ze alleen maar te pitten. Nou, ik denk dat dat nu niet meer het geval is. Ja, ik kreeg onder mijn vorige vlog ook best wel veel reacties. Ik kreeg ook een reactie over het feit dat ik, dat ik een discussie met Jeffrey had dat hij haar wakker ging maken. En dat hij haar niet ging wakker mee maken en dat ik dat wel wilde voor haar ritme. En dan zeggen sommige mensen, dat draait alleen maar om jezelf, dat je haar wakker maakt zodat jij 's nachts lekker slaapt. Nou, daar wil ik toch even wat op zeggen, want het is helemaal niet zo. Het is natuurlijk gewoon irritant als ik nu een ritme heb en het ritme gaat naar de kloten als zij voordat ze moet gaan slapen heel lang slaapt. Ja, natuurlijk gaat ze 's nachts wakker worden en dan gaat dat hele dagritme gaat ook anders. Dus dan vind ik het wel nodig om haar wakker te maken en dat is voor haarzelf. En tuurlijk vind ik het lekker om ook te slapen, maar het gaat hier zeker niet om mijzelf. Dus dat wil ik wel even recht trekken hier al. En moet ik je ook wel eerlijk zeggen dat ik nu mezelf ook even op mezelf terugkom van het feit dat ik op het begin dus wel heel erg zei van ik laat mijn kind slapen. En dat er toen ook mensen waren die zeiden nou Bo geloof me, straks als jij een ritme hebt dan ga je je kind wel wakker maken als het ritme niet klopt. Dus voor die mensen die dat toen zeiden die hadden zeker gelijk. Dus ik met mijn eigen wijze mond die zei van nee hoor. Sorry daarvoor, maar op het begin van de babytijd heb ik Julie zeker laten slapen. Want dan is er toch nog geen ritme. Maar nu je een ritme gaat krijgen en zij te lang af en toe slaapt, dan ga ik wel gewoon zeg maar op die manier van de gordijntjes alvast open doen. Een beetje licht in de kamer laten komen. Als ze dus echt gewoon door gaat slapen tot de avond dat ze moet gaan slapen. Dat moet ik niet hebben. Dus dat. Nu vroegen ook mensen, wil je een keer een video maken over haar schema? Dat wil ik zeker gaan doen. Maar dat wil ik gaan doen als ik echt zeker ben van het echte goede ritme. Want anders kan ik het wel steeds laten zien aan jullie. Maar het is toch nog wel een beetje zoekende. Dat vaste middagslaapje komt er nu in. Die is echt fantastisch. Maar weet je, zoals laatst dat ze nu in sprong 4 zit, wordt ze toch 's nachts in één keer wakker om 2:30 en wilde ze echt een fles. Dus, weet je, het verschilt toch nog een beetje allemaal de dagen. Moet ik je wel zeggen dat ik ook wel echt nog iedere nacht heb ik met Julie echt, vannacht toevallig niet. Maar ik moet er bijna altijd om 5:00 uit om even die speen terug in de mond te doen. Dan wordt ze echt wakker en dan wil ze er speentje. Ja, dat heb zij wel echt bijna altijd. Dus dan moet ik die speen erin doen en dan valt ze gelijk weer in slaap. Maar goed, dat is dan eigenlijk. Ja, ze wordt eigenlijk ook wel echt altijd rond 7:30 wakker. Dus dat is wel. Ja, dat is wel fijn. Oké, ik ga nu even snel me klaarmaken voordat zij wakker wordt. En dan klaarmaken voor de babyspa. Ik heb een doos binnengekeken van Pampers. Ze zit nu in nummertje 3. Dus dat is wel fijn. Daar ben ik nu mee begonnen. Ik heb me trouwens maar even ongesteld laten worden, want ik slik altijd een pil door, maar ik bleef maar bloed verliezen. Dus mensen zeiden al, wow, laat je even ongesteld worden of je moet naar een zwaardere pil. Echt, ik heb zo'n hekel aan het maandelijkse ding. Ik haat bloed uit mijn doos. Ik haat het. Ik heb er geen zin in. Ik bloed ook altijd zoveel. 25 tampons verwisselen op een dag. Oh, dood. Ik zit in elf verhaal te lullen terwijl ik niet eens filmde.
Wat ik aan het zeggen was hiervoor. Als dus die kleine ligt te slapen en je bent jezelf aan het klaarmaken. Dan lijkt het wel een tikkende tijdbom. Gewoon alsof het ieder moment kan afgaan. En dan ben ik dus heel snel alles aan het doen. Want het is gewoon super chill dat je dit even kan doen terwijl zij slaapt. Hoor ik er nou? Nee. Dus we gaan snel verder. Oké, dit is echt iets wat je niet snel kan doen, want dan gaat het alleen nog maar langer duren. Ik word altijd heel nerveus van wenkbrauwen en mascara snel moeten doen. Dat is verschrikkelijk. Dit bedoel ik dus. Dit haat ik, hè. Ik meen het. Ik ga zo stuk. Ik denk echt dat mijn vriendin, mijn kind, later een zangeres wordt of zo. Ze heeft iets nieuws en ik hoor het er nu ook doen. Dan gaat ze eerst... Gaat ze gewoon een paar minuten... Ik meen ook wel echt oprecht, jongens. Ik ben echt, ik weet dat ik echt heel eerlijk ben. En ik ben gewoon echt daar heel eerlijk over. Dat ik nu gewoon echt kan zeggen... Dat ik echt aan het genieten ben van mijn kind. Sorry, maar ik had het op het begin helemaal niet zo erg. Ik zat helemaal niet op die roze wolk. En ik vond het echt heel heftig en pittig. En dan zeggen mensen, oh, heb je kutnachten? Nee, dat heb ik eigenlijk bijna nooit gehad. Maar alsnog vond ik het gewoon fucking pittig. Ik vind het nu echt leuk worden. Ik weet niet, je krijgt nu gewoon echt een soort ding terug. Weet je, je krijgt echt een band, vind ik. Ik merk echt dat zij nu weet wie ik ben. En... Ja, ik weet niet. Ik was ook laatst zonder de weg. En toen had ik ook echt voor het eerst dat ik er echt miste. Ik dacht gewoon, oh, ik wil lekker naar mijn baby toe. Ja, ik had dat op het begin niet heel erg extreem of zo. Ja, ik ben er heel eerlijk over. Ik vind het echt nu pas dat ik denk... Ik voel nu die liefde tussen een moeder en een kind. En ik hou van dat lekkere frummeltje. Tuurlijk, ik hield altijd van het, hoor daar niet van. Maar... Ja, ik vind het nu gewoon pas leuk of zo. Je moet zo erg je draai vinden met dingen. En zo erg wennen. Nou ja, ik in ieder geval. Ik vond het echt wel even dat ik dacht... Oké, dit is het leven nu. Gewoon dat, weet je wel. Oké. Hey, lekker diertje van me. Hey, schatje. Heb je lekker slapen hier gedaan? Heb jij lekker slapen hier gedaan? Ja? Oh ja, trouwens mensen, jullie zullen wel nu denken van... Hé, ze ligt in de wieg. Ze slaapt gewoon in haar eigen kamer. Alleen, ik leg haar wel echt heel vaak nog, zeg maar... in de wieg naar de eerste flesje. Want dan heb ik er gewoon dicht bij me. En dan, omdat ze natuurlijk niet heel erg... Ja, ze, zeg maar, na die eerste fles... slaapt ze of gelijk weer... of ze gaat een beetje kut violen en spelen, dit en dat... Dus dan heb ik er soms nog even bij me in bed. En dan zitten we een beetje samen te kutviolen. En dan op een gegeven moment wordt ze moe. Dan leg ik er gewoon even in de wiegje. Want dan lig ik zelf ook nog in mijn bed te tukken. Hè, schat? Dan lig je lekker bij mama in de buurt, hè, ochtends. Dat vind je leuk, hè? Ja! Ja, vrouwel. Oh, ze is zo lief. Je bent zo lief. Echt, waar heb je die liefheid vandaan? Je staat er nou weer voor mijn deur. Zo, Cookie. Ben je klaar voor de baby's? Dat mutsje is toch iets te groot. Die hadden we uit Berlijn meegenomen. Nou, het staat je wel schattig, schat. Spjurkie aan. En we gaan met die banaan. Oma gaat mee. Let's go to the flow. Oh, nee. Nou, hier de vraag aan Julie. Julie, je bent er klaar voor? Ga je weer lekker zwemmen? Ga je zwemmen? Echt een beetje huidirritatie, hè? Ga je zwemmen, Cookie? Gaan we weer zwemmen samen? Oh nee, niet samen. Dat gaan we ook een keer doen. Zie je zelf? Schatje. Hallo. Hallo Julie. Hallo Jenny. Hallo oma. Zo. Mooie zwembroekje aan. Ja. Gaan we lekker zwemmen, Cookie. Mijn schat. Mijn schatie. Lekkere drolly. Gezellig als je dat bent, hè? Je zit nu echt schat. Even goed haar kindertje erop hebben. Melk stroomt uit de mond. Een klein doekje voor haar. Hey schat. Ben je lekker aan het chillen?
Ik ga straks gelijk dat spul halen. Ja, dat is wel goed hoor. Ja. Ga je één arm naar beneden zetten. Als je het dicht houdt, maak je een beweging op. Nog twee keer en dan breng je beide duim erin. Dan een keer beentje weer op. Ze vindt het wel leuk. Kijk je deze, schat? Aandacht, hè, de hele dag, hè, jij? Boertje. Oh, dat was even een boertje. Kan ik kruis maken? Hi, Cookie. Heb je lekker geslapen? Het is gewoon... Nou, 5 uur. Ze wordt om 4:30 wakker. Ze heeft die hele fles opgedronken. Ze heeft letterlijk van 1 tot 4:30 geslapen. Dus ze is helemaal gesloopt van die babyspa. Dus dat is wel echt lekker. Hé, mop? Heb je lekker slaap gedaan, hè? Ik ben ook graag naar de apotheek gereden. Want ik zag dat die plekjes echt wel erg aan het worden zijn. Kijk, je ziet het hier ook. Het is nu donker, maar kijk. Ik vind het echt helemaal niet fijn. En ik deed steeds zelfs pseudo-creme op. Maar die vrouw zegt, dat moet je helemaal niet doen, want dat laat geen lucht door. En je hebt ook best wel de neiging dat je altijd denkt, oh, je moet dik smeren, want dat is goed. Maar dat is dus helemaal niet goed. Dus ik heb deze van hem meegekregen. Die moet je heel dun 2 keer per dag opsmeren. Dat heb ik nu ook gedaan. Ik heb ook het idee dat ik mag er wel gewoon aan zitten. Ze doet ook helemaal niet raar of zo. Dus ze heeft gelukkig geen pijn. Denk ik, maar... Ik mag er gewoon aan zitten. Ik mag het gewoon smeren. En ze doet ook helemaal niet anders dan normaal. Dus dat is wel fijn. Maar ik wil echt niet dat het erger wordt. Want ik vind dit al best heftig. En het zit ook zo'n plekje op de achterkant. Dus ik heb ook lekker dat gefrummel. Ik zorg dat dit nu een beetje hier zo lekker kan luchten, hè, schat. Heb je een leuk haarbandje om? Heb je een leuk haarbandje om? Ze heeft hier net wel gespuugd. Even het ding verschonen. Ja, lekker is het. Blijven we lekker samen thuis de hele avond. Komt tante Mirjam even langs. Ja, schatje. Ga je lekker aan je handjes friebelen? Ga je weer even zingen? Zeg maar mama. 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 Mami. Mijn prinses. Economische adviezen van het Centraal Planbureau. De sociaal-maatschappelijke adviezen van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De adviezen van gedragswetenschappers en communicatieadviseurs. En de adviezen. Goedemorgen. Zo. Kind heeft net de fles gehad. Mijn andere kind ligt nog te pitten. 8:30 werd ze vandaag wakker. Lekker zeg, schat. Ik krijg dus best wel vaak de vraag hoe het gaat met Bobby en haar. Dat gaat echt heel goed. Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik zal ze nooit, never nooit samen alleen laten. Nooit, niet. Want kijk, je merkt nu wel, ik zie het toevallig nu in haar hand. Zij begint nu aan Bobby te aaien, zeg maar. Maar ze gaat aan die haren trekken. Dus ze gaat natuurlijk best wel hard zo trekken. Dus dan... Ja, ik hou dat wel heel goed in de gaten natuurlijk. Maar het gaat echt heel goed. Hij is echt heel lief voor haar juist. En het is juist wel chill dat hij ook niet te enthousiast is. Dus hij zal ook niet helemaal met zijn voetjes op haar gaan krabben. Of in haar gezicht likken. Hij ligt gewoon heel lief bij haar. Dus, ja, het gaat echt heel goed. Maar, kijk, weet je, iedere hond, ieder beest, je kan het nooit volledig vertrouwen. Dus ik zeg altijd wel, laat nooit je kind met een hond alleen, want je weet het nooit. Je weet het gewoon nooit. Zo, mijn smiegelientje is weer lekker in bad geweest en aangekleed. Oh. Oh, Julie, nee. Why? Oh. Je bent net helemaal schoon, schat. It's unbelievable.
Leuk, hè? Hoi. Kijk. Het is, zo ziet het er nu uit. Het is al echt een stukje minder. Want het is nu een beetje dicht aan. Zo. Ja, mama is klaar. Nu ga je weer lekker even slapen, hè? Dan kan mama zich klaarmaken. Even sokjes aandoen. Mee. Mee. Mami is ook gedoucht en aangekleed. En ik wil jullie even iets laten zien. Want ik heb nieuwe producten binnen van Moments Memorables. En hoe mooi is deze lijn. Ik vind de kleur echt heel erg luxe staan. Echt heel erg mooi vind ik dit. Dit is een scrub van olie zout. En dit is een bodycreme. Ik vind het sowieso wel echt heel mooi staan als het in potten is verpakt. Ik ga deze producten nu even uitproberen. Ik begin natuurlijk met de scrub. Er zit eerst zo'n beschermding omheen. Oh, hij ruikt echt fantastisch. Zo ziet het er van binnen uit. Ik gebruik altijd als eerste altijd nog dit, want anders vind ik het zonde. Het heeft nog een hele hoeveelheid. En zo maak ik een beetje mijn arm nat. Ga ik hem lekker scrubben op mijn arm. Kijk, normaal doe ik dit natuurlijk onder de douche. Hè. Deze pot ga ik onder mijn douche zetten. Maar ik wilde jullie dit even laten zien hoe ik dit ervaar. Oké, het is best een harde scrub. Dus hij scrubt echt goed. Het is echt een echte scrub. Niet zo'n mengsel dat je het amper voelt. En hij ruikt echt heerlijk. En die olie er doorheen, die maakt hem gelijk een beetje zacht. Zo. En als je hem dan zo afspoelt, dan voel je gelijk die zachtheid van die scrub en daarna die olie op je huid. Dat is echt een heel fijn gevoel. Zo, een beetje deppen. Kijk, eigenlijk hoef ik me niet eens meer hierna in te smeren, want het is echt al helemaal zacht door die olie. Maar goed, we hebben ook nog deze bodycreme. Ook weer zo'n dingetje ervoor. Zo. Die ruikt hetzelfde. Ruik ik die scrub wel iets sterker. Haal ik weer dit eraf. Het is een beetje een dikke crème. Zo. Nou, en zoals je ziet, hoef je maar heel weinig te gebruiken. Want ik gebruik het helemaal niet zoveel. En je ziet dat er heel veel van afkomt. Dus je kan super zuinig doen met die pot. Dat heb ik al gezien. En het is een hele fijne crème. Zo. Dat is één arm. Heerlijk zeg. Het ruikt echt heel lekker. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. En ik vind die verpakkingen echt heel luxe. Staan, dus dat vind ik echt super mooi bij het interieur van mijn huis. I love it. En hoe leuk is dit om te geven als cadeau of iets. Ze hebben allemaal hele leuke sets op de site in andere kleuren. Andere soorten geuren. En nu de feestdagen eraan komen, is het natuurlijk super leuk om te geven. Want het heeft ook echt een hele leuke prijs. Dus ik zou zeggen, kijk even op de site. Want dit is echt gewoon heel mooi als cadeautje. Of voor jezelf natuurlijk. Maar ik vind dit soort dingen echt altijd ook heel leuk om weg te geven. Want je maakt er altijd iemand blij mee. En ik denk wel echt dat dit mijn favoriet is tot nu toe. Deze kleur. Want ik heb ze ook hiervoor in het wit gehad.
En die zijn ook heel fijn, maar deze vind ik net nog een iets luxere uitstraling hebben. I love it. Check even de beschrijving onder deze video, want ik heb ook een leuke kortingscode voor jullie. Dus het heeft al een leuke prijs. En met die korting al helemaal. Dus ik zou zeggen, kijk er even naar. Ze hebben nog veel meer hele leuke andere dingen ook nog. Heerlijk dit zeg. Ik lig nu op de bank bij Arlena. En haar salon heet The Skin Shop. Even kijken, hè? Hoe gaat het precies? Hoeveel behandelingen? Ik denk dat jij er ongeveer een stuk of 8, misschien 10 nodig hebt. Okay. Ik denk wel dat het heel snel gaat. Ja, denk je dat het snel gaat? Ik denk dat het snel gaat bij jou. Oh. Ik heb al heel veel gewicht kwijt. Dat is echt de laatste puntjes op de i. Ja, precies. Misschien gaan we het meemaken. Mijn buik is nu, ik laat straks wel even zien hoe mijn buik eruit ziet. En dan na 8 behandelingen. Dan hebben jullie een beetje een idee. Het is niet echt pijnloos hoor, moet ik je zeggen. Maar dat vind ik alleen maar goed. Ja. Is het pijn of gaat het? Ja, het gaat. Je voelt het wel, maar het gaat wel. Oké, ik heb net even een video met Kelly opgenomen via de FaceTime. Ja, beter lukte het even niet als iemand een tip kan geven hoe je een video kan opnemen. Dat je zeg maar, Kelly hier zit en mij hier. Want nu is het echt een beetje onprofessioneel. Het ziet er echt niet uit. Maar ja, iedereen vroeg naar die video. Dus we hebben het maar gewoon even zo gedaan. Dus als iemand tips heeft, let me know. Ik ben het nu ook gelijk aan het editen. Maar kijk, je ziet letterlijk Kelly en Mio en mij zien daar in het hoekje. Dood. Oké, dus ik ga deze nu even editen. En dan gaan we, Jeffrey moet naar de tandarts en daarna gaan we naar Haarlem. Dus dat is de planning van deze woensdag. Mensen, mijn kind ligt lekker weer er middagslaapje te doen. Dus dat is echt helemaal top. Kijk nou! Kijk de hondjes! Mijn schatje staat al gewoon, hè, bij tante. Oh. Ja, schat? Ja, dat is niet. Nee, dat is niet. Die past wel beter. Kijk eens naar mami. Hallo. Inmiddels is het alweer 10:30. Terwijl ik al om 9:00 thuis was. Ik heb gedoucht. Ik heb even me helemaal nog lekker gescrubt. Met die moments memoramus. Mijn hele lichaam. Oh, heerlijk. Even lekker alles geschoren. Ik doe nu elke keer om het voor mezelf wat makkelijker te maken. Dat ik 's ochtends niet zo aan het haasten ben. Al de kleding van jullie klaarleggen. En van mezelf. Ik merk gewoon dat het echt beter is. En moet je nagaan dat je dus zo 1,5 uur verder bent met dat soort dingen. Moet ik je ook wel heel eerlijk zeggen dat jullie morgen bij mijn tante en mijn oom slaapt. Dus ik heb ook al die spullen al gepakt voor morgen. Ja, dus dat. Ik ga nu mijn bed in, want ik moet morgen vroeg sporten ook. Dus dat lijkt me wel verstandig. Mijn hele buik is trouwens beurs van die bindweefselmassage van vanmiddag. Goedemorgen. Julie en ik gaan samen sporten. Als je al met een man thuis komt. Hé, zeg je. Ik heb Julie blijft lekker bij tante Sus. Doei, schatje. Nou, ze ziet me niet eens meer, schat. Doei, Cookie. Oké. Ik heb de bier van mijn oom meegenomen. Maar ik vind het altijd zoiets raars. Ik weet niet. Ik vind het echt net een botsauto. Ja, ook omdat het stuur zo zit. Oh, ik ben echt een paddenkoek.
nu even lekker boodschapjes doen, want ik ben echt alleen maar met die gorilla's even aan het bestellen. Maar dan heb je gewoon niet echt die lekkere goede dingen, weet je wel. Dus ik ga nu even naar de Jumbo. En dan ga ik daarna even lekker op de zonnebank. En dan mijn wasjes doen en dan moet ik alweer werken. Maar ik heb echt even nu lekker mijn handjes vrij. Dus dat is wel fijn. Homie, het is echt heel erg raar om thuis te komen zonder dat hier mijn kind is. Dat is echt heel gek. Ik meen het. Maar goed, alles gaat goed bij mijn oom en tante. Dus dat is fijn. Ze kwam wel iets moeilijker in slaap. Maar goed, dat had ik laatst bij Kel in Duitsland ook. Het is toch even een beetje een andere omgeving weer. Maar alsnog ging het gewoon hartstikke goed hoor, daar niet van. Oh mijn god mensen. Morgen gewoon wakker worden zonder jullie. Dat is echt gek. Het is niet dat ik helemaal kan uitslapen, want ik moet morgen vroeg werken. Maar oh mijn god. Ik word niet om 8 uur wakker gemaakt. Ik zet mijn wekker om 10 uur. Dat is wel echt heel chill. Ik ga wel echt stuk. Ik voel echt letterlijk een oorlog aankomen tussen de niet en wel gevaccineerde mensen in het land. Ik blijf gewoon lekker in het midden. Weet je, ik heb gewoon een herstelbewijs nu. En daarna zie ik het wel. Ik ben niet tegen die prik. Ik ben niet, nou ja, het interesseert me gewoon niet. Maar ik zal ook bijvoorbeeld nooit een discussie aangaan of ik heb sowieso in dit geval echt geen mening en het is niet om mezelf goed te praten, maar ik word zo moe van die mensen die zo erg met elkaar discussies gaan voeren over dit gezeik en dan denk ik gewoon laat het lekker, laat gewoon iedereen doen wat hij zelf wil en ja, wat maakt het nou uit in godsnaam. Kijk, heel eerlijk, ik heb zeg maar die prik ook nog niet gehad, maar waarom moet je er zeg maar ook zo zwaar op tegen zijn? Weet je wel? En waarom moet je er ook zo zwaar voor zijn? Waarom kan het niet gewoon een beetje in het midden of zo? Ik weet niet. Het is allemaal zo vermoeiend. Ben je eindelijk van het corona onderwerp af? Is het eindelijk chill in het leven? En nu gaat het de hele dag over die wel of niet gevaccineerde mensen. Over die prik en die QR-code. Hou gewoon je bek. En doe het lekker op je eigen manier of zo. Ik hoor de hele dag niks anders. Het is not good voor de positivity van de mensheid. Gewoon lekker. Peace, jongens. Goedemorgen, mensen. Oké, het is echt heel gek om wakker te worden zonder baby. Heel raar. Ik werd vannacht ook echt wakker. En toen dacht ik, oh nee, ze is er niet. En ik heb echt, nou, wat ik vannacht meemaak, het is echt ongelooflijk. Ik heb zeg maar sowieso mijn maandelijkse ding, maar ik heb sowieso wel een zwakte voor hoofdpijn. Zoals jullie inmiddels wel weten, ik kan best wel vaak hoofdpijn hebben. Dus ik voelde het gisteren al opkomen. Dus ik kon gewoon gelijk slapen. Maar ik krijg altijd een hoofdpijn aan deze kant van mijn oog. En dan bonkt het echt heel erg. Het gaat gewoon echt bij mij, sorry hoor. Het gaat me gewoon echt bonken. Ik kan op een gegeven moment ook niet meer kijken door dit oog. En dan, ja, dan is het gewoon klaar. Dan moet ik gewoon licht uit slapen. Maar wat pak ik zo op? Ik heb nu Julie de bakje. Shit, zijn die goede bananen ook op? Oh, dat haat ik. Nou, dan wordt het net kiwisbootje. Wat gebeurt er nou? Een moment. Ik word dus wakker vannacht om 3 uur. Met zo'n ziekelijke koppijn. Gewoon, het deed zo'n pijn. Het bonkte er gewoon echt helemaal eruit. Ik werd echt helemaal gek. Ik kon mijn ogen. Ik zat met mijn ogen drukken. Maar ik heb toen besloten om niet meer aan die migrainepillen te beginnen. Dus ik heb dat ook niet meer in huis.
Nou, maar bij mij helpt dan paracetamol gewoon echt niet. Dus ik had echt 3 paracetamols genomen. Nou, ik kwam niet in slaap. Het deed gewoon echt pijn. Mijn oog bonkte. Ik ging mijn nek masseren. Ik probeerde echt van alles te doen in slaap te komen. Toen wilde ik echt bijna naar mijn moeder toe rijden. Ik werd helemaal gek. Ik dacht, ik moet die migrainepillen hebben. Nou, dus ik ging eerst nog helemaal mijn huis rondkijken. Vond ik er nog 2 in mijn portemonnee. Oh mijn god, daar was ik zo blij mee, mensen. Ik neem 2 van die pillen. Binnen 10 minuten is het gewoon weg en kon ik pitten. Dus ik heb mijn moeder gebeld of ze toch maar weer een pot naar me wil toebrengen. Want ik merk gewoon nu ik weer die pil ben gaan slikken. Ik ben ook nu natuurlijk ongesteld. Ik merk gewoon dat het bij mij dan wel echt weer heftig is. Door die hormonen shit en zo, maar ja. Ik blijf wel echt gewoon die pil slikken. Maar oh mijn god, wat een hel, jongen. En het is bij mij niet zozeer migraine. Want migraine, dan krijg je meestal vlekken voor je ogen. En mijn moeder bijvoorbeeld, die is gewoon 3 dagen, moet ze gewoon kotsen, ziek, misselijk. Maar ik krijg altijd ook aan deze kant krijg ik het. Krijg ik gewoon een traanhoog, ik kan niet meer kijken. Dus ik weet niet of dat echt migraine is, maar... Echt verschrikkelijk. Dus dat was mijn nacht zonder kind. Echt van genoten, nat. Nee. Lekker boeiend ook, maar... Ik had straks net aan de lijn, mijn tante. Die nacht bij haar ging redelijk. Ze werd om 6 uur wakker. Ze moest wel echt een paar keer eruit voor die speen. Dus ze was wel wat vaker er wakker. Maar dan doe je gewoon niet steeds die speen erin en dan valt ze gelijk in slaap. Ze heeft het kunnen rekken tot 7:15. En toen heeft ze die fles gegeven en ze is gewoon de hele ochtend al heel lief. Dus ze vindt het helemaal leuk. Dus dat is wel fijn. Ik heb ook zo'n lief kind, mensen. Niet normaal. Ik kreeg laatst ook een reactie van een meisje van... Bo, wees alsjeblieft blij, want ik heb een hel baby gehad. Ik ben er depressief van geworden, bij Bula. Ik zeg je echt al eerlijk, mensen. Ik heb echt respect, hoor, voor ouders. Ik zou wel dat moeders zeggen, maar ouders... Echt, die een hel baby hebben gehad. Wajo, dan kan je gewoon niet van deze tijd genieten ten eerste, want het helpt gewoon de hele dag. Het idee dat een baby de hele dag helpt en dat het gewoon niet stil te krijgen is. Wajo, ik zou dat niet trekken. Iedereen zegt wel, het gaat vanzelf en je trekt het. En dit meisje was dus toevallig wel, die had wel echt een depressie gekregen en alles. Ik zou dat sowieso krijgen, want ik word helemaal gek. Als mijn kind te hard huilt. Ik vond het op het begin daarom ook echt af en toe heftig. Want die vraag kreeg ik ook laatst. Bo, het lijkt wel alsof het bij jullie allemaal makkelijk gaat. En dat je het niet zwaar vond. Ik vond het begin heel erg zwaar. En ik moest heel erg wennen aan een baby. Ik vond het heel lastig als zij huilde. En deze het echt niet vaak. Maar op het begin echt wel af en toe. En dat je gewoon niet weet wat het is. En dat je het gewoon ook soms niet stil krijgt. Nee, het is echt niks voor mij. Dus ik ben zo blij dat ik daar doorheen ben. En ik zeg je ook heel eerlijk. Ik ben nu echt aan het genieten van mijn kind. Oké, mijn moeder is langsgekomen. Ik heb ze weer. Oh, ik ben zo blij. En deze rode lijn is dus absoluut niet in Nederland te krijgen. Want het mag eigenlijk niet. Dus je kan het alleen in Engeland kopen. In Amerika kopen. Je kan het ook niet bestellen via internet. Dus ik maak nu jullie blij met een dode mus. Of je moet echt heen en weer naar Amerika vliegen. Maar dit is echt mijn leven. Alleen, ik probeer het wel echt zo min mogelijk te slikken. Want het is gewoon niet oké. Okay. Ik deed het voordat ik zwanger was. Slikte ik het eigenlijk bijna iedere dag. Ik was er echt een beetje verslaafd aan. Maar het helpt zo goed, mensen. Het is echt niet normaal. Hoi, Lois. Hoi, Lois. Doei, schatjes. Hi Lois. Hoe vond je het vanavond gaan? Ontzettend. Ja? Heb je lekker gewerkt? Nee. Nee? Nee. Een after? Ga je afteren, Michelle? Oh my god, can we also come? Mijn oom gaat afteren. You are so in, you know. Ik
Ik vind haar zo echt het heerlijk schoon. Hé, schatje, lekker tegen je muntje bloot te laten tegen mama aan. Helemaal onder de olie, schat. Zo, die slaapt. En ik denk wel voor lang. Dus, ik ga nu even mijn vlogje editen. Zo mensen. Ik ga deze video ook afsluiten. Vond je hem leuk? Vergeet even niet een duimpje omhoog te doen. Check even de beschrijving onder deze video. Want daar zie je alles. Kortingscodes, dingen waar ik over heb gesproken. En jullie zien me later weer met een nieuwe video. Doei, bedankt voor het kijken.